Langs de A1 bij Amersfoort is maandag de allereerste snelwegkerk van Nederland geplaatst. De pop-up snelwegkerk wordt 2 dagen bemand door theoloog en kunstenaar Rico Voorberg, die hier meer over vertelt in dit interview. Dit is de eerste snelwegkerk van Nederland. Hoe bent u op dit idee gekomen? Nou, deze eerste snelwegkerk was een initiatief van de makers van de film Snelwegkerk. De autobaankirchen waren er al in Duitsland, kapellen langs de snelweg, vaak heel mooi vormgegeven. Waar mensen eventjes zelf in stilte konden zijn. Dus er is geen dominee of pastoor of dienst, gewoon een plekje om stil te zijn. En daar is een film over gemaakt. En toen dachten ze bij de EO, van, we moeten eigenlijk dat gewoon even tijdelijk maken langs de snelweg. Want woensdag is die documentaire op tv, kunnen we dat niet nu alvast maken? Nou, dan dachten ze, wie maakt zo'n ding? Ze krijg ik telefoon, Rico, jij doet toch pop-up kerken? Kun je niet een kerk bouwen? In Amsterdam leidt u de pop-up kerk. Wat houdt een pop-up kerk precies in? Een pop-up kerk is een poging om helemaal buiten de muren, instituten van kerk, weer dat idee kerk weer helemaal opnieuw uit te vinden. Dus gewoon ergens proberen met mensen die niet kerk zijn, in een niet-kerkse omgeving, en kijken of het werkt. Wat willen jullie bereiken uiteindelijk met de snelwegkerk? Dat er meer plekken in onze samenleving komen waar mensen even uit hun snelweg van hun leven kunnen stappen, even uitvoegen en even kunnen realiseren waar ze zijn. Wat speelt in hun leven, waar ze dankbaar voor zijn, waar ze spijt van hebben, waar ze heel blij mee zijn. En dan vervolgens daar weer uit kunnen stappen, dan stap je anders weer de snelweg op. Of je rijdt anders weer de snelweg van je leven op. Waarom is er gekozen voor deze locatie? Denkt u dat de doelgroep die u wilt bereiken hier veel langskomt? We zochten, waarom deze locatie is, omdat we zochten een plek centraal in Nederland op een lange route. Dus nou, de A1. De snelweg nummer 1 in Nederland, dus nou, laten we daar maar beginnen. En het is een lange route waarop mensen hier even een pitstop kunnen nemen. Dus, en de snelwegkerk heeft geen doelgroep specifiek. Het is gewoon de mens. De mens die onderweg is. En nou, die komt hier sowieso langs. En verder kan hier, zeg maar, het is niet dat zo'n snelwegkerk in een Bijbelbelt moet staan. Of in een katholieke omgeving. Of in een islamitische omgeving. Het is echt gewoon voor de reizende mens, wie dan ook. Denkt u in de toekomst vaker dit soort acties te houden? Ik wil heel graag buiten vormen van buiten bestaande kerk opnieuw ontdekken wat die rituelen van christendom zouden kunnen betekenen als ze niet meer religieus van aard zijn. Als ze gewoon een dienst zijn aan mensen. Dus we hebben biechttafels gebouwd voor festivals. We zijn bezig geweest met acties voor vluchtelingen. Alles gewoon in dat publieke domein iets neerzetten waar je in gelooft. Omdat je denkt dat mensen op een andere manier naar het leven laten kijken. Dat zullen we altijd blijven doen. En ik hoop ook zeker snelwegkerken.